Sleet even voor wederom een rode kaart in die wedstrijd Excelsior 31 tegen Sportclub Geerde-Muiden. Voor wie, Nico? Ja, wat betreft het aantal spelers is het weer gelijk in Rijssen. 10 tegen 10 nu, omdat Cenk Oegoes van Excelsior 31 de directe rode kaart krijgt van scheidsrechter Van der Scheer uit Leeuwarden. Nadat Geerde-Muiden een hoekschop heeft genomen die eigenlijk tot helemaal geen gevaar leidt. Iedereen loopt weer naar zijn oorspronkelijke positie. Gaat de speler van Geerde-Muiden onderuit. En de scheidsrechter heeft blijkbaar iets gezien van Oegoes dat niet door de beugel kan, want hij trekt absoluut de directe rode kaart. 10 tegen 10 op het veld. Maar op het score wordt nog steeds de 1-0 voorsprong voor Excelsior 31. Leon came along to see me on the road. Took the time to come backstage and make himself known. Though we'd never been real close, as friends we'd shared sometimes. Worked the clubs once, traveled music together for a while. Leon, you've been away too long. The world ain't still. Back now on your family. Tomorrow I'll be in Amsterdam. He smiled and shook my hand, wished me all success and said he tried to understand. But I envy you, he said, and I tried to share his loss. Told him how the road was still as tough as it was. Leon, you've been away too long. The world ain't still. Joosen van Leon Joosen, met Leon, zo moet ik het zeggen. Goed, staat op 21 van 24 gestegen. Nu reclame en nieuws van 3 uur. Saree, het wellnesshart van Twente, biedt u de mogelijkheid om moeder te verrassen met een Saree Wellness Giftcard. Een warm cadeau voor elk bedrag en te besteden door heel Nederland voor zowel wellness, behandelingen als producten. De Saree Wellness Giftcard. Een warm geschenk om te krijgen en te geven. Leuk verpakt, snel in huis. Bestel hem online op saree.nl. Breaking news. Lege schappen dreigen bij Hans Anders. Door een tijdelijke korting van 30% op bijna alles verwacht Hans Anders een stormloop op de winkels. Ander binnenlands nieuws. Ook als verhuizer van piano's wilt u een bedrijfswagen met lage kosten. Dus een Renault Master. Al vanaf €275 per maand. En mocht er eens een dingetje zijn, er valt een concertvleugel op bijvoorbeeld, dan heeft u de zekerheid van Renault Pro Plus. Met onder meer vervangend vervoer. Kijk voor de voorwaarden op Renault.nl. Kies voor de kwaliteit van Renault. Ook op alle zonnebrillen geeft Hans Anders nu 30% korting.
Smart TV, een tablet, een smartphone, een wasmachine, Xbox, Blu-ray speler. Wat kiest u bij uw nieuwe cv-ketel? Alleen deze zomer een Mediamarkt cadeaukaart van €350. Bij een nieuwe cv-ketel van Energiewachtgroep. Kijk op energiewacht.nl. 30% korting bij Hans Anders. Ook op alle merkbrillen zoals DKNY en Pierre Cardin. Nu een cadeaukaart van €350 bij uw nieuwe ketel. Kijk op energiewacht.nl. De 30% kortingsactie van Hans Anders geldt ook voor alle Varifocus-brillen. Stel, u ontvangt AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank en u bent vakantieplannen aan het maken. Dan is het handig om te weten wanneer uw vakantiegeld wordt overgemaakt. Wilt u weten waar u aan toe bent? Ga dan naar svb.nl. Sociale Verzekeringsbank. Voor het leven. Boerenbond Welkoop zet het tuinseizoen in volle bloei met een zonnig aanbod. Want op Hemelvaartsdag krijgt u 20% korting op één artikel naar keuze. Bijvoorbeeld op tuingereedschap, tuinmeubelen, maar ook alles voor uw dier. Boerenbond Welkoop. Verstand van buitenleven. Nu bij Nissan dealer Borgstede in Zwolle. Takeaway Days. Met kortingen tot wel €1200 op de Nissan Note, de Pixo en de Nissan Micra. Inderdaad, mevrouw Van Lent. Veel plezier ermee. En gratis upgrades tot €2200 op de Juke en de Qashqai. Hey, bedankt voor de upgrade, hè. Geniet van je Qashqai, Paul. De Nissan Takeaway Days. Nu in de showroom. Nissan. Innovation that excites. Hemelvaartsdag 20% korting op één artikel naar keuze bij Boerenbond Welkoop. Radio Oost. Het geluid van de regio. Kijk ook op internet. rtvoost.nl. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Stichting Wielerronde van Overijssel en de provincie Overijssel. Live TVO Sport, de 61e ronde van Overijssel met start en finish in Rijssel. Goedemiddag, live TVO's vanuit Rijssen is dit de 61e editie van de Ronde van Overijssel. Hier zo rond de klok van 16:45 is de finish van Overijssels mooiste, want zo wordt hij ook wel genoemd. Vanochtend om 12 uur is het peloton vertrokken vanaf het parkgebouw in Rijssen. En om 22:45 was er de ploegpresentatie. En wij zochten de Overijsselaars op met het gevoel van, nou, wordt het dus niet een keer weer tijd dat er een Overijsselaar gaat winnen? Want in 2000 was Bart Boom de laatste. Was gespannen? Een beetje, gezond spanning. Een beetje spanning wel hoor. Thuiskoers, altijd mooi natuurlijk. Dus veel bekende mensen al gezien. Het is altijd mooi dat je dan wat extra's kunt. Ja, wat is die spanning? Ja, je wilt vandaag net iets meer dan normaal. En ja, ik hoop dat het gaat lukken. Nou, ik weet gewoon dat ik een goed eindschot heb. En, maar daar ben ik niet enig in de ploeg. We hebben nog een paar jongens meer die ook goed aan kunnen komen. Dus ik denk dat dat onze kracht is. En we zullen in de finale kijken wie we uit gaan spelen. Ik vraag het me af of het vandaag een massasprint gaat worden, om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat het een klein groepje gaat zijn van een mannetje of 10, 15 wat het uit gaat maken. Want de finale is toch wel zwaar, maar de wind staat ook exact goed. Het staat overal op de kant. Dus ik denk dat het al vroeg in de koers uit elkaar gereden gaat worden. Het ideaal is met een klein groepje naar de meet. En dan het afmaken. Juist. Ik zeg altijd, in een ronde van Verijzen kun je onderweg niks winnen. Je kunt alleen maar verliezen, omdat het gewoon echt een slopend parcours is. En degene die het minste verliest onderweg, dat is de winnaar. De samenstelling van de groep is als volgt. Nu zijn we weg. Namens Conga Zuidklink, winnaar van 3 jaar geleden. En dat was Rijssen om 12 uur. Het stadsschot gegeven door gedeputeerde Theo Rietkerk. Het is een prachtig gezicht. De neutralisatie. Waarschuwing voor de rotonde op de Wijnand-Zeeuwstraat. De Belg. Dan gaat het richting Enter. Prachtig dit shot in de buurt van het parkgebouw. En deze mannen moeten het dus vandaag doen. Namens het Shimano team uit Japan. De 61e editie van de Ronde van Overijssel. Dit zijn beelden dus van 12 uur vanochtend in de straten van Rijssen. Ook prof bij CSC en Saxo Bank. Namens Divendange.
Start en finish van Overijssel Mooiste dus in Rijssen. En hier wordt de koers vrijgegeven. James Bos. Net buiten Rijssen. Prachtige beelden dus vanuit de helikopter. En de helikopter zorgt nog meer mooie beelden van Overijssel Mooiste. Leuke plekjes laten we u zien natuurlijk. En wie gaat er dit jaar winnen? De editie 2013. Ja, de Lemelenberg is natuurlijk ook een van de scherprechters altijd in de ronde van Overijssel. En zojuist passeerde daar het peloton. En daar hebben we beelden van. Het commentaar krijgt u van Paul Schabbink. En oud-winnaar van de ronde van Overijssel, Rudy Kemna. De voorsprong van die groep. 3 minuten. Dit zijn dus de beelden van een minuut of 8 geleden. De 11 koplopers die op dit moment een voorsprong hebben van 2 minuten en 15 seconden op het grote peloton. Vanmorgen 236 renners van start gegaan bij het parkgebouw in Rijssen. En zoals gezegd naast me in 1998 de winnaar van deze ronde. Rudy Kemna, ook oud-Nederlands kampioen bij de profs. Nu thans ploegleider bij Argo Shimano. Alleen even op non-actief, omdat hij bekend heeft in een verre verleden doping gebruikt te hebben. Rudy, welkom. En hoe is het nu met je? Ja, dank je. Het gaat goed met me. We hebben bekendgemaakt wat het verleden was. We willen herkenbaarheid aan geven. En daar gaan we nu vol aan werken om dat te veranderen. Nu dus deze koers. 11 koplopers. Ja, die dus de Lemelenberg overgingen. En dit zijn beelden van nu vanuit de helikopter. En dit is het grote peloton, langgerekt Rudy. Je zag in die kopgroep van 11 dat er een hele goede samenwerking was. Nog steeds aanwezig. Ik heb vanmorgen langs de kant gestaan om ook deze kopgroep te bewonderen. Net voor Zenderen reden ze weg. En je ziet eigenlijk een hele goede samenwerking van die kopgroep. In die kopgroep met 3 Wouter Haan uit het Groningse Bedum. En dat is de winnaar van 2011. Wouter Haan met rug nummer 3 in het blauwe tricot. Ja, er zitten echt sterke jongens in. Ook de betere ploegen zijn vertegenwoordigd. Ik weet niet of dit de kopgroep gaat zijn wat naar de finish gaat. Maar het peloton is nog heel sterk. En ze zitten ook nog op haalbare afstand. Maar het is een sterke kopgroep met de goede ploegen van voren. Ja, de goede ploegen zijn dus bijvoorbeeld het Koga Cycling Team waar Wouter Haan rijdt. Ook het Rabobank Development Team met Marco Minnaert vertegenwoordigd. Joe Piels Cycling Team. Joe Piels is de enige ploeg die met 2 renners van voren zit. Han van Aert. Het is absoluut een sterke ploeg. De samenwerking zal, wat ik al zei, die is goed. Maar die zal zeker minder worden als dit soort jongens naar de finale gaan met 2 van dezelfde ploeg. Ook een Rijssense lokale favoriet in deze kopgroep. Het is Maarten van den Berg met 206. Rijdt hier net achter in het gele tricot. En hier dus die kopgroep van 11 met de laatst gemeten voorsprong van 2 minuten en 15 seconden van Lemelenveld in de richting van Hellendoorn. Dit is die Maarten van den Berg. Ja, die Overijsselse jongens die willen, hè? Ja, natuurlijk is dit een extra motivatie om hier van voren mee te zijn. Wat ik jammer vind is dat niet de ploegen als OWC en Oldenzaal en ook Almelo die vertegenwoordigd zijn als OWC Oldenzaal en als Senza Kraft Cycling Team, Zwaluwe Team, dat die jongens niet van voren zijn. Maar ze zullen absoluut zich nog willen tonen. Als Overijsselaar wil je hier gewoon je gezicht laten zien. En je wil hier voor eigen publiek jezelf tonen. Bart Boom, collega Bert Verlossen, zei het al in 2000. De laatste Overijsselse winnaar. Dat was ook een memorabele zege van hem. Nadat hij een jaar eerder zich liet foppen door Taye Braikia. En daar was ploeggenoot Rudy Kemna niet blij mee toen. Ja, het was de kopgroep die niemand kende Braikia. Het was alleen, ik wist dat het een baanrenner was. Ik wist ook wel dat hij snel was, maar niet hoe snel. Het ging eigenlijk niet om hoe snel en hoe onbekend hij was. Maar vooral om de tactiek.
Ja, goed, dat gebeurt ook in het wielrennen. Tactiek hoort erbij. Dat is het mooie van het spel. Wat ik altijd het mooie vind van de Ronde van Overijssel is dat alles mooi groen is. Als je nu ook over die weilanden kijkt. Natuurlijk kijk je naar die renners. De wind, maar ook de natuur die ze nu zich laat zien. Dat is echt een geweldig schouwspel. Mooi Overijssel hier vanuit de lucht gezien. Ziet u het peloton? Nou, Rudy, je won dus zelf in 1998 en ja, Nederlands kampioen worden bij de profs is mooi, maar is dat winnen van de Ronde van Overijssel toch ook een speciaal plekje? Ondanks het feit dat het dan op papier een wat mindere wedstrijd is? Nee, ja, goed, Wouter Wippert zei het net al, je gaat proberen iets extra's te doen in zo'n wedstrijd. Ik heb deze laatste weken ook een aantal keer op de fiets gezeten en dan ga je dat rondje verkennen en dan zie je gewoon de amateurs die je tegenkomt en die het parcours aan het verkennen zijn. Je gaat je er helemaal op focussen op de Ronde van Overijssel. En het is echt een geweldige klassieker die je op je naam wil hebben. En zeker als Overijsselaar is dat natuurlijk een gigantische mooie wedstrijd. Al gezien, Overijssel is prachtig om te zien. En natuurlijk willen we u tijdens deze uitzending ook de mooie plekjes in onze provincie niet onthouden. Zo weten we dat het Nationaal Tinnen Figurenmuseum Kasteel Eerde en de Vecht die stroomt door het prachtige Ommen langs Hotel Restaurant De Zon. En daar gaan we nu naar kijken. Dus Ommen. Ook een van die plaatsen in Overijssel die wordt aangetikt door deze Ronde van Overijssel, de 61ste editie. Met, en dat is een cliché, Rudy, het spel dat ja, in principe echt op de wagen gaat komen als we straks de Holte Berg naderen. Ja, we hebben de Holte Berg dadelijk die absoluut een speldenprik gaat opleveren. Wat je nu ziet is dat 3M gaat op kop rijden met Wouter Wippert in het versier. Dat is een ploeg die niet mee zit van voren. Niet bij de 11 renners. Ze zullen toch proberen het gat wat kleiner te willen maken. Richting Holterberg kunnen dan nieuwe ontsnappingen komen. Op dit moment ja, zijn er toch de vlaktes na Leemleberg waar nog stukjes op de kant gaan rijden. En je ziet dat het peloton het lang gerekt is. Van achteren zitten is op dit moment geen fijne bezigheid. Want dan hang je aan het elastiek, zoals dat zo mooi heet. Ja, je ziet natuurlijk ook wel verschil in kracht in het peloton. En ja, goed, na zo'n 130 kilometer waar we nu ongeveer op rijden, wordt het toch wel moeilijk voor een aantal jongens. Kijk, we hebben al een rood stuk door 20 gereden. Nu richting Zalland, waar het echt veel op de kant was. En dan, nou, dan merk je wel als je, zoals het heet, op de kant zit, dus veel in de wind rijdt, dan gaan na 130 kilometer gaan je benen wel voelen. Hier dus die kopgroep, die in het glooiende landschap en ook in de wind komt nu. Nog 72 kilometer te gaan, u ziet dat in beeld en u kunt ook actief meedoen met deze Ronde van Overijssel. Ik zou zeggen, spring niet op de fiets, maar gebruik Twitter. En stel
De vragen aan met name mijn co-host Rudy Kemna over deze ronde en alles wat met wielrennen te maken heeft. We proberen de mooiste vragen eruit te pikken. Gebruik hashtag TV Oost. En we proberen de vragen en opmerkingen te behandelen in deze uitzending. Tot aan de finish hier in Rijzen, die is rond 5 uur gepland. En de stand van zaken dus op dit moment. Een kopgroep van 11. Dik 2 minuten voorsprong op het peloton daarachter. Althans, dat is de laatst gemelde voorsprong. Wat je hier ziet is dat niet alle renners even actief mee rijden. Wat ik nu al een beetje zie is toch wel dat Koga niet... Wouter Haan. Misschien is het zijn vorm. Misschien wacht hij op betere tijden. Het is een van zijn eerste wedstrijden weer na een half jaar afwezigheid. Salmonella besmetting hield hem aan de kant. En... Ja, absoluut een wedstrijd waar je niet zomaar even mee rijdt. De Ronde van Overijssel is echt zwaar. Dus hij zal ook zijn krachten in moeten delen. Maar ik denk ook dat er hier tactieken achter speelt. Want Koga heeft de winnaar van vorig jaar. En ook hele rappe sprinters in de ploeg. Waar niet zomaar 11 man naar de finish mag gaan rijden. En dat is maar een beetje als ik als tactiek mee zou geven met de ploegleider van Koga. En hier dus dat peloton. Ja, hier zie je natuurlijk ook hoe prachtig het mooie Twente is. Met dit zonneschijn dat we vandaag hebben, komt de lente tot bloei. En Salland is net zo mooi, hè? Dit is Luttenberg. Ja, nou ja, zelfs hier hebben we geweldige mooie uitkijken. Hier zal tweede Pinksterdag ook het kampioenschap van Overijssel worden verreden. Een wedstrijd die voor het kampioenschap van Overijssel, zoals het al het Oost-Nederland is het nu tegenwoordig. Een mooi geaccidenteerd terrein. Waar we nu afdalen, gaan we dan omhoog. En ook altijd een mooie winnaar en een mooi parcours hier rond de Luttenberg. Heeft misschien ook met de weersomstandigheden te maken. Niet heel veel afvallers tot nu toe. Dat betekent dat iedereen nog redelijk aan kan haken. Heeft natuurlijk ook met de omstandigheden te maken. Het is prachtig weer. Mooi vies weer. Maar voor de wedstrijd zou je misschien wat meer elementen verwachten. Hopen. Ja, onderweg zag ik toch wel. Ik denk dat het een beetje vertekend beeld is. Onderweg zag ik toch wel dat er redelijk op de wind gereden werd. Op de kant gereden werd. Daarna is het wat rustiger geworden. Maar ik denk zeker wel dat er renners tussen zitten die het nu niet zo heel makkelijk hebben. Ja. Alhoewel het wel lijkt misschien. Ik denk dat deze kilometers toch mee gaan tellen in de finale. De eerste vraag die binnenkomt trouwens via Twitter is van Gerard van Dijk. Zijn dit nou renners? Is de vraag aan Rudy Kemna die we voor een groot gedeelte later ook terug gaan zien bij de profs. Is dit het voorportaal? Ja, absoluut. Dit is absoluut een peloton met jonge renners die potentie hebben om door te gaan. Dit is echt de laatste stap voordat ze overgaan naar de professionals. Wouter Wibbert bijvoorbeeld was vorig jaar nog stagiair bij Lotto. Is daar ook hard gevallen in een van de laatste wedstrijden. Heel erg zonde. Laat zijn knieschijf lopen. Ja, ik zat in diezelfde wedstrijd in Münsterland. In Duitsland, waar hij echt heel hard op een vluchtheuvel klapte. Dat was een hele gemene valpartij. Maar dit zijn wel echt de renners van de toekomst. En we zien al heel veel beroepsrenners die in de Ronde van Overijssel gereden hebben. En de Ronde van Overijssel is echt wel een wedstrijd die meetelt. En als je de Ronde van Overijssel wint, dan maak je goede kansen. Ja, en wellicht komen die profs dan ook later op latere leeftijd als wegkapiteins misschien wel weer terug in die Ronde van Overijssel. In 1974, we gaan heel ver terug in de tijd, werd de Ronde van Overijssel gewonnen door Jan Lentverink uit Tubbergen. Het was toen de eerste Overijsselse winnaar in Overijssels mooiste. En Tubbergen is dit jaar verkozen tot dorp van de Ronde. Het dorp van het standbeeld van Schaapman, de Sint-Pancratiuskerk van de glaskunst en natuurlijk de welbekende muur van Tubbergen. We kijken mee.
aldus te bergen. En u zag onder meer het standbeeld van Hermanus Johannes Aloysius Maria Schaapman. Een Nederlands dichter en Rooms-Katholiek priester. Die ook in Tubbergen woonde. Zelfs nog in de Tweede Kamer zat, maar dat terzijde. We kijken naar Wouter Haan en Rudy Kemna. Het lijkt erop dat het dit keer geen haantje de voorste is. Ja, ik denk echt dat dit een tactisch spelletje is. Hij kan natuurlijk niet in zijn benen voelen. Maar ja, wat ik net al zei, Koga is een team die hier absoluut goede mensen heeft voor de finale. En ook sprinters. En die zal niet al te veel mee gaan rijden op dit moment. En ik denk dat Wouter, nadat hij nog niet zo lang op de fiets zit meer, dat hij toch daar wat krachten wil gaan sparen. Sparen voor de Holtenberg die er in aantocht gaat komen. Dit zijn straatjes, die is echt niet fijn om daar. Je ziet ook dat er een beetje een harmonica-effect komt. Dus er staat achter bijna stil. En dan moet je echt volledig optrekken weer om die eerste weer bij te benen. Dan blijven ze allemaal nog wel bij elkaar. Maar dit kost heel veel kracht. We gaan in de richting van de Nijverdalse Berg. Ja, dat zegt het al, ook daar zullen deze mannen het moeite mee kunnen hebben. Kijken nog steeds op de rug dus van Wouter Haan. Daarover net genoeg gezegd. U kunt nog steeds mee twitteren. Gebruik hashtag TV Oost. En we gaan uw Twittervraag behandelen in de uitzending. Kopgroep dus nog steeds van 11 renners. Dat lijkt iets te breken. 2 van Joop Piels erbij. Je ziet ze hier voorop rijden. En de voorsprong loopt wel iets terug. Nu 1 minuut en 50 seconden. Hier gaan we geleidelijk in het heuvelachtige komen. Waar met de Nijverdalsberg en dan de toeristenweg over. Je ziet hier dat er gespaard wordt. Dat heeft ook met Wouter Haan te maken. Die zegt van ik neem niet meer over. Doen jullie het maar. En dan krijg je toch wat, wat strubbelingen. Zoals het in het begin van de uitzending eruit zag. De goede samenwerking. Je ziet hem meer en meer afbrokkelen. Ja, dan zou je denken, als je dan wat wilt, dan moet je een ander pact vormen en wegwezen. Ja, ik denk dat de voorsprong ook zienderogen slinkt op dit moment. Je ziet dat ze voor elkaar niet echt willen rijden. En ik denk toch dat de toeristenweg een angstenweg aan het worden is. Want ja, al deze renners weten ook wat er nog gaat komen. Ja, het peloton, en u ziet dat hier omdat het lang gerekt is, ja, lijkt het te voelen. Ja, dit zijn van die momenten, dit is eigenlijk een voortvloeisel uit die smalle weggetjes wat we daarvoor hadden. Daar heb je een harmonica effect en dan de eerste rijen gewoon door. En de achterste die moeten weer bijkomen. Ja, dat kost echt heel veel kracht. Je ziet ook nu ploegen op kop rijden. Nu wordt er echt tempo gemaakt hier. Vraag van Erik Hogeboom via Twitter, hashtag TV Oost. Of de renners 2 keer over de Holtenberg gaat, heen en terug, of kan dat niet? Lijkt me vrij lastig, maar... Ja, het kan wel, als je maar tijd ertussen hebt. Ze gaan het niet doen vandaag. Maar het is absoluut mogelijk. Maar nu rijden we van Nijverdal naar Holten. Van Nijverdal naar Holten, inderdaad. Nijverdalsberg, Holtenberg. We gaan het allemaal nog tegenkomen. En hier dat prachtige gebied. En daar gaat de helikopter van het peloton richting de kopgroep. Het is een heel lange weg en ja, dat betekent dat als er goed tempo gemaakt wordt, het kopgroepje langzaam in het vizier komt. En dan zijn het vogels voor de poes, hè, zoals de Belgen zeggen. Ja, het hoeft dan niet zo te zijn dat er nu in één keer dichtgereden worden. Ik denk dat er wel aanvallen gaan komen op de Holtenberg. Als de samenwerking weg is, dan is het niet zo interessant meer om renners mee te nemen die toch niet op kop willen rijden. En dan krijg je strubbelingen en dan probeer je toch de,
de fanatieke jongens die zeggen van wij willen absoluut voorop blijven, die proberen nog een keer weg te springen. En ze voelen ook gewoon dat het peloton komt. Ik zag ze net al een paar keer achterom kijken. Dat zijn geen beste tekens als je van voren rijdt. Als je te veel achterom kijkt, dan zit er weinig vertrouwen meer in. En dan zit het tempo echt weg. Hier zit goed tempo in. Hier zie je gewoon dat er meerdere ploegen die niet van voren mee zijn, niet in de kopgroep zitten, die zie je samenwerken. Ja, dit is bij de tweede motor, peloton. En in splitscreen ziet het er dan zo uit. Er zijn ook wat kijkers die vinden de actie van Koga wat raar om Wouter Haan niet mee te laten doen. Maar het heeft dus ongetwijfeld te maken, Rudy, zoals je al zei, met de vorm die er bij Haan niet is om een goede uitslag te rijden. Ja, dat is natuurlijk een verwachting dat dat zo is. Maar goed, ze hebben Wim Stroeting gehad, de winnaar van vorig jaar. En die won in de massasprint. En dit is toch ook een tactisch rijden. Het is misschien niet direct wat we willen zien. Maar het mooie van zo'n spel, en een spel is, wielrennen is een spel, is dat dit soort dingen allemaal mogen zijn. Twee renners van Joop Piels in die kopgroep. Dat betekent dat die een groter belang hebben om dit wel bij elkaar te houden. Ja, ook daar hebben we natuurlijk wel snelle mannen. Die willen natuurlijk wel wegblijven, zou ik me voor kunnen stellen. Maar als ze het alleen moeten doen, dan gaat het ook niet lukken. Mooi beeld hoe we Nijverdal de rondweg die aangelegd wordt. Ik vind het een zandgronden zijn goed te zien. En daar zitten ook nog een wielrenners onder. Kijk, dat is het mooie van het vuur van zo'n grote helikopter, dat je een mooi overzicht hebt. Nerveus rijden ze in positie. Je ziet renners op plaats om net de bocht eronder doorschieten. Om toch een goede plek de toeristenweg op te gaan. Oh, valpartij. Oh, een valpartij daarbij. Het rechts afslaan. Bij die Nijverdalse berg. Het lijkt erop dat er een rennetje of 3-4 onderuit is. Je ziet dat de nervositeit, wat ik net al zei, die komt langzaam maar zeker meer aan. Die gaan we dan nog een keer zien. Je ziet jongens die er al omheen willen rijden en dan sommigen die toch nog binnen door willen gaan. Ja, dan komen dit soort ongelukjes voor. Ik geloof niet dat het zonder erg is, zoals we zeggen. Nou ja. Op de grond liggen is nooit leuk. Maar nu dus ook een achterstand oplopen op het moment dat je weet dat het erg omhoog gaat, dat is ook geen fijn vooruitzicht. Nee, je kan ook heel erg zien hoe die op de fiets stapt. Dat straalt wel wat uit. Of je wil gelijk door, maar dat is natuurlijk ook wat je voelt. Dus dat zal toch wel, het gaat toch wel in je kop zitten. Dat je wanneer je één keer ligt en je benen zijn al niet te goed en je voelt echt pijn, ja, dan ben je niet zo heel fanatiek. Wanneer het vaak zonder erg is, dan het eerste wat wielrenners gaan doen is die fiets weer pakken en zo snel mogelijk achtervolgen. Ja, dat scheelt je natuurlijk wel weer energie. Je ziet hier ook de wind die nog pakt. Je ziet echt een mooie waaier hier. Dit zou punten kunnen zijn waar zo'n kopgroep nog weer kan splitsen. Ze gaan van Holte in de richting van Markelo. Ook daar is het glooiend en daar kunnen er verschillen gemaakt worden. En dan komt er de plaatselijke ronde in Rijssen. Het is ook de vraag van Gabriela via hashtag TVO's. U kunt dus mee twitteren, al eerder gezegd. Gebruik in uw tweet hashtag TVO's en we behandelen de opmerking dan voor vraag. Gabriela vraagt dus hoeveel rondjes er in Rijssen gefietst moeten worden. Het zijn plaatselijke rondes van een kilometer of 8 volgen. En dat is in totaal 3 keer en bij de derde keer is het finishen. Ja, je ziet eigenlijk hier naar de Holteberg, daar wordt het nerveuzer. En dit is heuvelachtig, maar ook richting de Markelozenberg, Herikenberg. Het zijn echt lastige klimmetjes.
die er echt toe doen. Dat is dan redelijk in de finale al. De omloop wat we hier in Rijzen hebben is geaccidenteerd. Smal, bochtig, echt niet makkelijk. Als daar echt gekoerst wordt, dan voorzie ik ook geen massasprint. Hier ook nadrukkelijk vooraan melden de mannen van Rabobank Development Team zich. Die dus een nieuwe sponsor krijgen, het opleidingsteam. Lotto gaat zich ontfermen, ook in financiële zin, over deze groep renners. En dit is de kopgroep. Ja, dat is toch een ontwikkeling die wel verwacht was. Dat Rabobank, die zich teruggetrokken heeft bij de profs. Nu nog wel de vrouwen en ook de development team ondersteunt. Maar de verwachting is wel dat het overgenomen wordt. En dat nu met Lotto lijkt er een hele goede sponsor binnengekomen te zijn. In het oranje tricot met 105 zien we een Deen. En daar had jij het al over voordat we live gingen, zoals het zo mooi heet. Het is Kasper Kloostergaard. Iemand om rekening mee te houden? Ik had gisteren dus de ploegleider van dit Deense team gesproken. Een oud collega van mij. En die maakte zich een beetje zorgen om het mooie weer wat we hadden. Wij waren allemaal blij natuurlijk. Van dat, eindelijk is de lente ingetreden. En een geweldig weer om te fietsen natuurlijk. Alleen hij had geen sprinter bij zich. Maar wel een hele goede en sterke ploeg. Waar Kasper Kloostergaard er één van is. En Martin Mortensen, ex-profs zijn dat. Die wel heel sterk en wel een koers naar hun hand kunnen zetten. Met 62 is het Sam Bennett. 82 hersteld. Dat is het Shimano team. De Japanner Shotaro Iribe, het Shimano Racing Team. Het Shimano Racing Team, afkomstig uit Japan, die ook met ons een samenwerking hebben. Met Argo Shimano? Met Argo Shimano. Staat volledig los van elkaar nu. Maar we zijn nog zeer bekend en ook de samenwerking is daar nog aanwezig. Dit team, het Shimano team, is hier een aantal weken om koersen te rijden. Je ziet hier nu al wel dat er gedemareerd wordt. Hier zie je toch echt dat het lastig aan het worden is. Ja, in de buurt van de Holterberg. En wie rijdt daar weg? Wie rijdt daar weg uit de kopgroep? Metek. Fries Hollanders. Fries Hollanders van Metek. De ploeg waar ook Joey van Rey en Jeff Vermeulen in zitten. Van Rey een bekende hier. En Vermeulen die aardig aan kan komen. Vermeulen die vorige week nog de PBZ-tour won. Ook een lastige klassieker. Die heel rap aan kan komen. Dit is wel een heel sterk team, Metek. We zien nu de Deen. Die ook echt gas gaat geven. En met Biels mee is dit een hele sterke kopgroep. Nu al drie man. Kijk, wat verwacht was, is op de Holterberg. Als het niet meer loopt, dan gaan dit soort acties komen. Ah, dit is een mooie ontwikkeling, mooie koers. De afdaling in. Hier kun je dadelijk tempo van boven de 60, 70 halen. Met dus Dries Hollanders nu in het laatste wiel. Naam doet het niet vermoeden, maar het is toch echt een bellen. Ja, de Hollanders, daar zijn er meer van in België hoor. Hij steekt dus de lont in het kruidvat. En krijgt dus twee man mee. Onder andere Geert van der Wijst van Joop Piels. En Kasper Kloostergaard. De eerder genoemde Deen.
de eerder genoemde Deen. Dat is een sterke renner. Wat dus al voorspeld was vanuit de ploegleiding van de Denen, is dat ze absolute koers hard willen maken. En daar zijn ze goed mee op weg. Hier zie je wat meer controle. Ja, de diepe hel wordt het ook wel genoemd en dat is niet voor niks. Ja, mijn trainingskilometers liggen hier ook natuurlijk op die klim. De woensdagmiddag met Herman Snoeing was een zeer bekende oefening op de diepe hel. Hier liggen heel wat zweetdruppeltjes nog voor mij. Maar niet alleen voor mij, heel Twente. Overijssel is een zeer bekend terrein. Natuurlijk ook een fantastisch terrein om te fietsen. Niet alleen fietsen, maar hier is wandelen. Genieten van de natuur is hier prachtig. Bij de drie dus ook Geert van der Wijst. Dat is dan de enige Nederlander uit Reusel. Hier die laatste positie. Ja, hier wordt doorgetrokken hoor. Dit zijn wel kilometers. Dit is lastig hier. Zit op het laatste gedeelte voor Holte. Waar het nog in wipjes omhoog gaat. Geweldig hoeveel publiek hier staat. Ja, geweldige aanmoediging. Dit doet ook goed voor renners hoor. Om met zoveel aanmoediging naar boven te gaan. Ja, want hier is een premiesprint. En Kasper Kloostergaard gaat die premiesprint winnen. Ik geloof niet dat ze dachten aan die premiesprint. Het werd in vol tempo omhoog gereden. Ik ben wel benieuwd of de rest van de kopgroep nu al terug is in het peloton. Hier is redelijk de rust weer gekeerd. Ja, waar zijn de overige acht van de oorspronkelijke kopgroep? Het lijkt erop dat die zijn teruggevallen in het peloton. Maar daarover geen zekerheid. Yes. Dit zijn nog mannen die ertussen rijden. Ja. Met 82 dus de eerder genoemde Japanner Shotaro Iribe. Met 25 Frank Niewold uit de ploeg dus van Geert van der Wijst. En deze mannen laten zich zakken. Ja, dat is niet uit vrije wil hoor. Paul, dit is echt wel lastig hier. De peloton zal ze dadelijk op gaan rapen. Hier is ook de fut is eruit. Zoals we mooi kunnen zeggen. Ah, dit is ook gewoon een lastig terrein. En, het verwachte uit elkaar spatten van de groep is hier gebeurd. Van het peloton wordt ook gereageerd nu. Ja, die zien natuurlijk dat er mannen voorrijden. En, als je een prooi ziet, wil je hem pakken. Dat is mooi, hè? Dit is echt, hier wordt echt gekoerst. Het is een levendige wedstrijd, zoals we nu zien. Mooie ontwikkelingen met nog 55 kilometer voor de wielen. En blijf kijken, want het mooiste moet nog komen. Ja. Dat bedoelen we dus. Mooi hoor. Dit is Maarten van den Berg. Die dus niet in een kopgroep zijn woonplaats Reizen binnen gaat rijden. Hij heeft zich toch fantastisch laten zien. Mooi, laten zien, daar gaat het om. Ja, maar dit is ook, kijk, je kan niet allemaal winnen. Je kan wel je doel stellen. En ik vind het knap dat hij gewoon het doel stelt om mee te gaan in de kopgroep. Rijdt dan toch vooraan, laat zich zien. Laat zien dat hij wielrenner is. En hier wordt hij ook gewoon sterker van. Kijk, wat we nu zien is die kopgroep bij elkaar gebrokkeld is. En nu moet Wout de Haan toch alweer op de pedalen staan. Want ja, net wilde hij niet meewerken. Nu zit hij met de gebakken peren. Wouter Haan, zoals gezegd, de winnaar van 2011. Dat is nu 2 jaar geleden uit het Groningse Bedum. Hebben ze meer goede sporters. Ik zag deze week een prachtig doelpunt van Arjan Robben namens Bayern München. Ook hij komt uit Bedum. Kijk, we zijn op alle markten thuis, hè? Hier is de kopgroep van drie. Van der Wijst, Hollanders en Kloostergaard. Internationaal gezelschap zoals deze hele ronde, als je naar de teams kijkt, ook internationaal getint is. Zo
is ook het nationale opleidingsteam van Amerika vertegenwoordigd. En dat is op zich niet raar, want die hebben zich onlangs gevestigd in Limburg. Ja, ze zijn van België naar Limburg getrokken. Talentvol, zeer talentvol. En ze zitten niet alleen met wegwielrenners hier, maar ze zitten met de hele wielerselecties zitten ze in Limburg. Goede ontwikkeling. Die zijn ook heel erg goed bezig om de begeleiding van wielrenners op deze manier te waarborgen. Dat geeft aan dat men in Europa verder is dan over zee. Ja, hier zijn vooral meer wedstrijden. Dus Holte, een van de pleisterplaatsen natuurlijk in onze provincie. En dit zijn de drie koplopers in de Ronde van Overijssel. De 61ste editie, nog 52 kilometer voor de wielen. En we zien een Deen, een Belg en een Nederlander. Die 1 minuut 40 voorsprong hebben op het peloton. Daartussen nog een groepje van vier. Je ziet het, een sterke kopgroep. We zijn al uit het zicht. Deze mannen, ja, de samenwerking is niet goed. Dit is voortgevloeid uit de eerste 120 kilometer. Internationaal veld, zoals je net al zei, Paul. Waarom ook de Ronde van Overijssel zo belangrijk is. Kijk, als je hier in zo'n internationaal veld wint of van voren rijdt, dan ben je een goede wielrenner. En hier het peloton. Die zometeen de Deventerweg bij Holte over gaan steken. Ja, dat blijft eigenlijk onverminderd, zeker aan de achterkant, redelijk lang gerekt. Wat we nu gaan krijgen, als je nu echt van achteren zit, we gaan Holte door richting Markelo. Achter de kleine weggetjes richting Markelo. En daar is het veel draaien en keren. Achterin ga je het zeker moeilijk krijgen. Dat gaat het tempo misschien hetzelfde blijven, maar de koers wordt veel en veel moeilijker om de finale te bereiken. Je ziet ook dat er toch weer flink wordt gereden om positie te houden van voren. 1 minuut 40, nu. Ja, het lijkt erop dat je dan ook als kopgroep, en dan houden we die vier daartussen die we hier zien, even buiten beschouwing, redelijk afhankelijk bent van de nukken van het peloton. Ja, het is een hele sterke kopgroep. Waar ik, als die in de finale weg zou rijden, echt wel kans zou achten. Ja, het is nu echt nog vroeg. Met drie personen is het echt een hele lange weg nog. Dit zijn overigens de vier die achter de drie koplopers zitten. Daar een kleine 20 seconden achter. Ja, dit zijn dus ook de weggetjes waar we van Holte naar Markelo rijden, waar het ook geaccidenteerd is. En ik verwacht hier echt dat het peloton niet bij elkaar gaat blijven. Als die nu gaan koersen, dan is het echt lastig. Mooi hoe zo'n peloton zich spreidt tussen alle obstakels door. Echt goed uitkijken. We zagen net al dat daar een bij Nijverdal. Nijverdal een valpartij was. Ja, je kan het je wel voorstellen, hè? Met al die obstakels, maar ook met de renners die allemaal van voren willen komen. Het is een groot pak renners, 236 in getal die vanmorgen van start zijn gegaan. Vanmiddag moet ik zeggen, 12 uur. Ook veel clubrenners, een gemêleerd gezelschap dus. Ja, en heel veel jonge honden die natuurlijk ook graag willen. Dat werkt ook wat gevaar in de hand natuurlijk. Ja, kijk, het is, dit soort weggetjes die zijn niet al te breed. Je moet hier gewoon je plaats kennen. De bermen die niet altijd, die zijn niet hard, ze zijn nu met los zand. Ja, daar kan het gevaar in schuilen, maar
Ja, ik geloof dat het een heel mooi peloton is en het aantal is oké. Hier dus de drie koplopers die Holte binnenrijden. Nou, ze gaan er bijna weer uit. Ja, bijna aan de zijkant komen ze inderdaad richting de weg die naar Markelo gemeentehof van Twente leidt. Daar Markeloze berg, Apenberg, je noemt het mooi geaccidenteerd parcours. En hier de vier achtervolgers. Lijkt toch al een behoorlijk verschil in te zitten. Het einde minuut. 45 seconden denk ik zo'n beetje. Ja, maar wat hier vooral het nadeel is dat ze eigenlijk al gelost zijn. En de samenwerking is niet optimaal. En op het lastige stuk reden de koplopers weg. Daar konden deze jongens niet mee. En dan is het moeilijk om nog weer terug te keren. Halve minuut liggen deze vier achter op de drie daarvoor. Zoals gezegd, meetwitteren kan tijdens deze live-uitzending van de 61ste ronde van Overijssel. Gebruik hashtag TVO's. En we gaan het meenemen. En zo is het de vraag hoe laat ze nu gaan finishen. Als we naar het ronde boek kijken, dan is dat gepland op 7 minuten voor 5. En ik denk dat we daar niet ver af zitten. Nee, volgens mij is het behoorlijk doorgereden vandaag. Het is ook goed weer natuurlijk. En de finale, als ik dit pak zo zie, gaat er ook nog behoorlijk gereden worden. Dus ik denk dat we redelijk op schema zijn of zelfs iets ervoor. Ook dat heeft natuurlijk te maken met de in principe goede omstandigheden. En het feit dat er ook vrij vroeg een kopgroep is geformeerd. In eerste instantie van 11. Die viel dus niet lang geleden uit elkaar. En dit zijn de drie overgeblevenen daarvan. We zien dat er één auto achter zit. Dat is een neutrale auto, zoals ze dat noemen. Die beschermt deze renners als ze een lekke band of pech krijgen. En de afstand is te klein tussen deze drie en het peloton om daar de ploegleiders tussen te laten. Hier zie je wel goede samenwerking, sterke mannen. Dries Hollanders voorop in die kopgroep. Die tevens is uitgeroepen, althans dat heeft hij zelf gedaan, tot de winnaar van het sprintklassement in deze ronde van Overijssel. Heeft dus een eerste prijs van deze dag binnen. De Belg Dries Hollanders. Die zit niet in deze groep. Dit is de tweede groep. Met in de laatste wiel dus Wouter Haan. Heel genoeg. Ja, ik geloof toch niet dat Wouter Haan een spelletje speelt hier. Als ik zo zie rijden is hij ietsje zijn mond open. Ja, ik krijg nog een vraag via Twitter van een collega, Alad Engels. Of je met een knipoog of een schuinoog ook even kijkt naar de verrichtingen in de Giro d'Italia. Ja, Paul, ik zou het graag doen. En natuurlijk ben ik super geïnteresseerd. Misschien dat hij me nog even op de hoogte kan houden. Maar dit is natuurlijk ook een geweldige koers waar ik allemaal aandacht bij heb. Dus de ronde van Overijssel gaat nu even voor. Dus Arie Engels, je weet het, we hebben hier één schermpje. En dat is genoeg. Ja, hier dus langs de A1. Dan draaien de renners in een soort kolk naar beneden en dan gaat het in de richting van Markelo. En dat is de mooie gemeentehof van Twente. Dat weet ik toch niet. Onder het tunneltje door. Mensen die vol zitten in Holte, fietsen hier ook vaak.
Ja. Maar dan andersom. En hier dus in de richting van Markelo. Waar deze mannen al een stukje dichterbij zijn. Want dit is de kopgroep. Laatst gemelde voorsprong. 1 minuut en 40 seconden. En die komen dus uit de kopgroep van 11. Die bij Nijverdal. We hebben toch een breuk in het peloton. Dat betekent dat we toch dat die smalle stukken achter Holte behoorlijk hebben aan gedikt. Kijk, dit gaan we vaker zien nu. Dat het dat de peloton gaat breken. Een lang lid. Geweldig schouwspel nu. Waar heel wat jongens op de tanden moeten bijten. En ook dat is een cliché, het spel langzaam op de wagen als in de richting van Markelo gaan we Nijverdal achter ons hebben liggen. En dat is ook een van de trekpleisters in deze mooie provincie Overijssel. Met een mooie gemeentehuis, de Holteberg die we zagen, de Sallandse Heuvelrug, moet ik zeggen, en het Oorlogs- en Vredesmuseum. Hey, hey. My lady river, can I take you higher? Dus het prachtige Nijverdal. Daar zijn deze koplopers allang voorbij. Zij gaan in de richting van Markelo. Met de voorsprong die toch slinkt, Rudy. 45 seconden nu op het peloton dat, zagen we vlak voor het filmpje, aan het breken was. Ja, ik denk dat het peloton toch aan het spelen is. Die zijn nu niet gericht aan het rijden op die drie man. Daar is het nog te vroeg voor. Maar die proberen de moeilijke punten te pakken om het peloton te slopen. Om in de finale echt te kunnen aanvallen. En deze drie werken nog steeds heel goed en sterk samen. De Hollander die flink doortrapt. Drie Hollanders zoals gezegd en kijk eens even. Gaat toch knap aan 50 in het uur en dat is dan bij die tweede groep. Met onder andere nummer 124 James Moss. Met 174. Jeroen Jansen. Wouter Haan op de rug gezien met 3. En in tweede positie in het groen-witte tricot. Dit is Jansen, terwijl we hier weer naar de kop van de wedstrijd kijken. Beentjes worden gestrekt. Ja, dit gaat natuurlijk al wel tellen. We zijn dus bij Markelo. Met hier het provinciaal monument. Vanavond zullen hier weer veel mensen zich verzamelen om de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken. En dat is ook live te volgen op uw regionale zender. Bij TVO's. Markelo dat gisteravond bezoek kreeg van de minister. In het kader van de Canadezen die jaarlijks in Markelo komen. Oud-strijders. En dit is dus Markelo. Hier gaan de drie dus links langs dat monument. En dat glooiende parcours op. Met nog 30 kilometer voor de wielen.
Hier is het veel draaien, keren, smal, ja, klinkers. In de richting van de passage van de Herikenberg. Dit is in de bebouwde kop. Dit is de klinker van de Ronde van Markelo. Een zeer lastig criterium. En hier rijden motorrijders gewoon mee in de achtervolgende groep. De Ronde van Markelo. Dit jaar in een Criterium Cup-wedstrijd samen met de rondes van Oldenzaal, Borne en Goor. Ja, dat is een goede ontwikkeling dat ze samenpakken. Zijn mooie criteriums. Ze worden steeds een beetje minder. Er zijn veel klassiekers. Criterium wordt een beetje ondergesneeuwd hierin. Dat is wel zonde. Peloton die nu toch echt klappen krijgt hoor. Hier gaan afvallers komen. En wij groeten ook uit Oldenzaal Tom Velers, die op dit moment zijn wielerwerkzaamheden in Spanje verricht. En het mooie weer, even laat voor wat het is, hij zit binnen te kijken. Tom Velers. De Ronde van Overijssel wil je natuurlijk nooit missen, hè? Ook al zit je in Spanje. En hij heeft even permissie van de ploegleiding, begrijp ik. Tom is op trainingskamp in onze Altea trainingslocatie. In Zuid-Spanje. Dat is in de buurt van Benidorm. Tom is terug aan het komen van een kleine operatie. En hij is aan het herstellen en zich weer aan het opbouwen om dadelijk in de Ronde van Picardie zijn eerste koers weer te doen. Hier gaat het dan naar beneden. In de richting van de Heerlijke Bergpassage. En kijk eens even, de vier zijn nu in het vizier van dat wat er over is gebleven van het peloton. Want de organisatie meldt nu heel veel uitvallers. Onder andere Thijs Poelstra van OBC. En Van Haken van de 3M-ploeg. Hebben de pijp aan de welbekende Maarten gegeven. Ze brengen nu heel mooi in het zicht dat we de Ronde van Overijssel, zo'n langgerekt lint. Prachtig beeld. Ja, en hier zien we dat uitgedunde peloton, want dat wat erachter zit, lijkt gezien. Ja, dit is zelfs achter in het peloton op dit moment, op deze passage van het parcours waar het smal is, waar het bochtig is, is het heel lastig. En tempo ligt hoog. Je ziet dat het deel van de kopgroep weer teruggepakt wordt. En hier wordt nog even lekker gegeten. Dik boven 200 kilometer is eten en drinken verschrikkelijk belangrijk. Is dat lekker? Wat ze eten? Ja, ik weet niet precies wat ze eten, maar over het algemeen kan het best lekker zijn. Ja, dat is geen probleem. Het is alleen moeilijk als je in een kopgroep zit en je zit met dik 50 in het uur te rijden. Om dan nog te eten, dat is lastig. Hier probeert iemand de over stap naar die kopgroep te maken. Ruiter Dakkapelle, een Nederlandse ploeg. Dat terwijl de kopgroep een minuutje voorsprong heeft op het peloton. Ja, die lijkt het gat te hebben geslagen. Dit is dat drietal. En zo lijkt die voorsprong weer iets gegroeid. Daartussen zit Mitchell Heunders. Mitchell Heunders, dat is een. Dat is echt een fietsfamilie. Waar eigenlijk de hele familie al in het wielrennen zit. Mitchell is een jonge renner. Hij maakt een goede actie hier. Om over te springen van het peloton naar de kopgroep. Als hij overkomt. Ook hij lijkt even te willen schaffen. Het is niet een goed moment om nu te gaan eten. Als je net aan het oversteken bent. Maar ik geloof niet dat hij er zelf nog in gelooft. Nee, de witte vlag was al omhoog volgens mij.
Ja, dat is natuurlijk, je moet wel kijken, er zijn sterke renners in de kopgroep. Om dat gat te overbruggen moet je echt een goed vizier hebben en een goede puntje om over te steken. En het tempo ligt toch hoog in het peloton hoor. Als je dit ziet, dan zo lang gerekt is, dan wordt er echt gekoerst. En zo gaat het dus van Markelo weer terug in de reis in de richting van start- en finishpaard Rijssen. Met deze drie mannen op kop. U kunt nog steeds mee twitteren. Plaats in uw tweet hashtag TVOost. We proberen uw vraag, suggestie, dan wel opmerking te behandelen in de uitzending. Ja, we rijden hier rondom Markelo. Waar dadelijk nog lastige klimmetjes komen. Klimmetjes als de Markeloze berg die we net hebben gehad. De Herikenberg en de Apenberg. Dat is toch een lastig terrein. Ook altijd een terrein waar het... Waar de voorfinale ingeluid worden. Waar de wind je nog kan pakken. Minuutje dus voor deze drie. Ja, dan ga ik vragen, Rudy. En misschien ben ik wel weer veel te vroeg. Dat ben ik wel vaker. Maar wie is hier de rapstokken mee? Van die drie? Ja, dat kan ik echt slecht inschatten. Ik verwacht absoluut niet dat dit naar de finish gaat. Kijk, het peloton gaat zich echt ermee bemoeien. En... Ja, we zijn met 30 kilometer te gaan nog veel te vroeg. En dus laten we dat nog even voor wat het is. En zo cirkelt het peloton in de achtervolging op de drie koplopers in de richting van Rijssen. En dat ligt dan weer in de buurt van Enter, ook een van de toeristische trekpleisters in onze provincie. Met het Klompenmuseum, de Klompenmakerij, de beroemde hervormde kerk en natuurlijk de Enterse zon. Dus Enter. En dit is de kopgroep in de Ronde van Overijssel. Dat dus in de richting van Rijssen gaat. Markelo nu achter zich laat. En de vraag van Romy Rossing op Twitter is waar ze allemaal nog langskomen. Dat zijn niet zo heel veel plekken meer, want we gaan nog een plaatselijke ronde doen in Rijssen nadat we dit glooiende parcours hebben gehad. En ook die omloop, Rudy Kemna, is best lastig, hè? Ja, ik zou adviseren, kom naar Rijssen toe. Om die finale te bekijken. Dat is een mooie plek om nu nog wielrennen te beleven. En het ziet er echt naar uit dat het een hele mooie finale gaat worden. Wat echt gekoerst wordt. En die finale ronde is echt lastig. Wat maakt die finale ronde dan zo lastig? Ja, wat het vooral lastig maakt als je aan het koersen bent daar, is dat het smal is. Dat je snelheid in zicht kan zijn. En dat het heuvelachtig is. Het is niet bergachtig. Dat hebben we hier niet in Oost-Nederland. Maar het is wel echt heuvelachtig. En na al die kilometers is het wel harken om dan toch nog je demarrage te kunnen plaatsen. Daar kun je het verschil maken. Zoals gezegd, toch veel uitvallers ondanks de prima omstandigheden. Het heeft te maken met het selectieve parcours en de manier waarop de koers wordt hard gemaakt voorin. En dit is natuurlijk al ontstaan bij de vorming van de kopgroep van 11, al vrij vroeg in de wedstrijd. Uiteindelijk is die dus uitgedund tot het trio dat nu voorop rijdt en een voorsprong heeft van 55 seconden op het peloton.
dat u hier ziet. Je ziet nu dat ook ploegen als Rabobank, Continentals, dat die nu ze niet meer in de kopgroep zitten, ook weer zich met de wedstrijd gaan bemoeien. En dat het echt een open koers van krijgt. Ja, ze willen natuurlijk nu in de richting van deze drie. We zagen net een mooi beeld met de helikopter niet ver boven het peloton. Ja, jij weet dat als oudrenner. Motiveert zoiets? Ja, dat is, is afhankelijk. Ligt eraan hoe je in de wedstrijd zit. Als je die helikopter kan ook soms vrij dicht erboven gaan. En als je veel publiek hebt, dan is het toch ook soms vervelend om die helikopter. Want je hoort jezelf niet meer. Maar ja, het motiveert in dusdanig dat je weet dat je op tv bent. En ja, iedereen meekijkt. Dat is toch een iets ander beeld. Ook voor deze jongens die niet al te vaak dit soort wedstrijden live op tv hebben. Is dat natuurlijk een super motivatie om wel zich te laten zien hier. Prachtig. Deze beelden van het langgerekte peloton. Dat de mannen die eerder nog voorop reden alweer in het vizier hebben. En dit zal zich gaan samenvoegen. Ja, dit is toch weer een stukje weggereden vanuit de kopgroep. De kopgroep die hier links rijdt, in beeld. Dat zijn de koplopers, het draait en keert. Door. Ze hadden ze dus kunnen zien als ze naar links keken? Ja, nee, ze hebben ze echt wel in de gaten. En ze weten wel waar de koplopers rijden. Ze zien ze niet direct. Maar het peloton is echt aan het koersen om een, net zoals nu, 10 man, 8, 9 man, los te komen van het peloton. En dan rij je zo naar die 3 man toe. Nog steeds 55 seconden voor deze 3 op het peloton. Hoe ziet dat in beeld? En langzaam probeert op dit nog moeilijke parcours, lastige ondergrond ook. En die lastige ondergrond was er ook in de buurt van Vriezenveen. Al veel eerder in deze 61e editie van de Ronde van Overijssel. Daar de beroemde Kasseienstrook. Het is ook voor een motorrijder niet altijd even handig. Je ziet dat hij echt op moet schieten om de renners voor te blijven op dit lastige, smalle parcours. Geweldige beelden maak je erdoor. Maar niet van enig gevaar ontbloot, ook dat is zo. De samenwerking is hier heel goed nog in de kopgroep. Vraag van Jeroen Korte. Deze categorie renners, ja, het zijn natuurlijk verschillende categorieën die we hier zien. Van ervaren mannen tot aan jonge jongens. Hoeveel uur trainen deze jongens per dag of per week? Ja, dit zijn toch grotendeels nog amateurs. Die vaker bij studeren of een baan hebben. En je ziet wel dat deze jongens door het fanatisme en ook door de gedrevenheid zoveel mogelijk trainen. En ik denk toch dat deze jongens zo rond 20 uur in de week kunnen trainen. Zelfs de Poes kan mee. Haha, prachtig. Nou, deze mannen zijn niet voor de Poes, hebben ze laten zien. Ja, ik vind het knap. Ik wist niet dat zo'n Poes zo hard kan lopen. Kijk eens wat voor stappen die maakt. Het zijn tijgersprongen. Ja, die voorbenen gaan wel echt tussen de achterbenen. Ja, het peloton is toch aan het formeren in groepjes. Je ziet hier een eerste groep van een man of 10. En dan brokkelt het toch daarachter. De jongens van Rabobank zijn hier echt
die willen echt koers maken hier. Tot nu dezelfde van voren. En hier de instructies. Voor in eerste instantie de Deen in de kopgroep. Kasper Kloostergaard. Die krijgt even wat te drinken, maar ongetwijfeld ook een paar instructies. Ja, de instructies van Ellen Johansen. De oud-profrenner. Die zal vooral zijn proberen weg te blijven uit het kopgroep zo lang mogelijk. Laat het gaan samenwerken. Je ziet hier ook dat ze elkaar motiveren. 55 seconden is toch een behoorlijk stuk. Ze zijn sterke jongens. En deze drie willen dus wel. Je weet ook nooit wat er gebeurt in de achterhoede. Kijk als het nog eens weer stilvalt of ze kijken naar elkaar. Maar hier zit ook echt wel koers in hoor. Hier wordt wel gereden. 55 seconden dus. Voor een Belg, een Nederlander en een Deen. In de 61ste ronde van Overijssel. Nu kijkt op de rug van Dries Hollanders. Daarvoor is het Geert van der Wijst. De Noord-Brabander en Kasper Kloostergaard, de Deen, leidt de dans. Oranje boven, maar dan wel in zijn Deens. De Deense dans. In de richting gaat dit overigens uit elkaar gevallen peloton, moet u eens kijken, van Rijssen. Daar dus nog drie plaatselijke rondes. Rijssen waar vanochtend ook de ronde van Overijssel zoals elk jaar van start is gegaan. En Rijssen ook de start van de Oosthof, die fontein midden in de binnenstad, het Leemspoor en de Pelmolen. Dus Rijssen. En naar dat Rijssen zijn deze drie dus onderweg. Laatst gemelde voorsprong van dit trio. 55 seconden op de rest van het uiteengevallen peloton. En dat is nu al teruggelopen, ziet u. 45. En dat betekent dat het peloton nu haast aan het maken is. Er werd Rudy Kemna al wat overleg gepleegd. Want nu worden de afspraken gemaakt. Ik denk dat het overleg vooral is dat ze moeten blijven samenwerken. Ze maken geen kans als ze daar tegen elkaar gaan rijden. En we gaan nu richting de Herikenberg-Apenberg. Echt een lastig stuk net voor de omloop. Je ziet aanval na aanval. En dit is toch een groep van zo'n 30 personen die nu nog in het eerste charon meedoet. Dit is niet alleen een steekspel, maar dit is ook nog wat heb je over en wat kun je. Een tactisch spel zal hier gespeeld worden. Het kaf wordt dus nu van het koren gescheiden. De kleine jongetjes van de mannen. En de voorsprong loopt terug. De voorsprong van de drie is 35 seconden. En dat terwijl de plaatselijke rondes nog aanstaande zijn. Dat lijkt een lastig verhaal te worden. Ja, het is een geweldig mooi levendige koers. Die Ronde van Overijssel waardig is. Die drie dus bij die omloop.
op die omloop. En zij krijgen nu ook te zien dat die voorsprong terugloopt. Dat demotiveert lijkt me, maar... Ja, deze jongens hebben nu niet een keus nog. Ze kunnen nog maar één ding doen, is zo hard mogelijk doorrijden met elkaar. En hopen dat er een klein groepje komt. Zodat ze daar nog weer bij aan kunnen pikken en dan de finale halen. En deze groep is niet al te groot meer. Lijken redelijk voor op schema te liggen, althans die kopgroep. En dit is dus bij de tweede motor dat wat er over is van het peloton. En als u bedenkt dat we begonnen zijn met 236 coureurs bij het parkgebouw in Rijssen, dan weet u dat er een groot gedeelte al gezien is. Er wordt nu even gekeken. Ze hebben de koplopers in het zicht. Ja, dat zijn de jongens uit de tweede groep. Dat zijn de jongens die volgens mij ontsnapt zijn uit het peloton. En we gaan nu zien wie dat zijn. Deze vier. Dus inderdaad niet de kopgroep. Met 38 Jeff Vermeulen. Als ik het goed zag. Ik denk dat het Robin Chagnon is. Die daar ook bij rijdt van Koga. Met 14 zien we Dylan van Baarle. Met 7 Robin Chagnon inderdaad. Dit is een hele sterke kopgroep hoor. Van Baarle is echt een klasbak. Ik bedoelde met 38 in het donkere tricot. U kijkt hem nu op de rug. Jeff Vermeulen. Nou, dat is de sprinter die meegesprongen is. Verrassend dat hij nu al in de aanval zit. En in het lichtblauwe tricot dus inderdaad. Genoemd door Rudy Kemna. Robin Chagnon. In 2008 won hij deze ronde van Overijssel. Robin is een zeer talentvolle renner die veel in zijn mars heeft. Loopt al enige tijd mee, toch? Ja, met zijn studie heeft hij afgerond. En is nu, nadat hij een aantal jaren bij ons als beroepsrenner heeft gereden, nu weer terug in... bij Koga, een geweldig mooie ploeg ook. Vier Nederlanders die nu toch de sterkste ploegen die hier aan meerijden zijn. Aan de Heerlijke Berg omhoog. Voorsprong is niet heel groot. Dat zien we vanuit de lucht. Ja, van het peloton laten we ze tellen. Ik zit ze net te tellen, het zijn ongeveer 30 personen. 35 met de kopgroep, de groep wat ervoor rijdt. En dan hebben we 3 man van voren nog. Een kleine 40 nog die enigszins aanspraak kunnen maken op een goede klassering. Ja, ik denk dat dit toch wel de finale renners gaan worden. Dit sowieso, nu weer omhoog. Het is ook heel lastig hoor, dit is, het loopt voor geen meter hier. Het zijn... Klinkers. Het loopt lichtelijk omhoog en het blijft even doorlopen. U kunt nog steeds meetwitteren tot aan de finish, die over 23 kilometer in Rijssen ligt. Met hashtag TV Oost, uw vraag of opmerking. En hier dus de prachtige omgeving van Rijssen en Markelo. Daar waar het mooi glooit en er dus ook een selectief parcours voor de 61e editie van de Ronde van Overijssel kan worden neergelegd. De 30 in dat peloton zien de 4 daarvoor. Ze krijgen geen ruimte. Terwijl ze toch vol doorrijden, blijft de lint erachter en blijven ze op het wiel rijden.
En hier dus de koplopers. Die dus een dikke halve minuut hebben. Op de vier daarachter en het peloton daarachter. En dat wordt hier in beeld gebracht. Het is toch nog een behoorlijk eentje hoor. Ja, dat zal dikke 30 seconden zijn. De vier overigens weer opgeslokt door dat wat er over is van het peloton. In het peloton zie je geen echte organisatie gericht naar voren, maar meer demarages. Dat kan een voordeel zijn voor de koplopers die één tempo rijden en peloton die demareert en stilvalt. En daar, dat is niet echt een voordeel voor deze groep terug te halen. Deze jongens die trouwens wel echt knetterhard doorrijden. En heel veel werk verzetten. Deze man, denk ik, zal wel de prijs van meest strijdlustige renner krijgen. De Deen. Die, Kasper Kloosterkaart. Maar ja. ik moet zeggen dat al die, alle drie renners goed kop over kop doorrijden. Het is weer een stuk een groep los. Los van het overgebleven peloton. Ah, dit is het kat en muisspel. Demarage, teruggepakt worden. Opnieuw demareren. Ah, geweldig mooie koers. En hier op het kantje. Ja, hier gaat de wind erop. Op en eroverheen. Valt lekker uit elkaar hoor. De koers wordt hier gemaakt. Voor zover dat nog niet zo is. Ja, en er wordt weer gekeken naar elkaar. Dan wordt toch weer gekeken wie er allemaal mee is. Natuurlijk spelen de benen ook mee. En we gaan vanaf de oude steenfabriek het plaatselijke omloop op. Er werd veel verwacht, Rudy. Ook dat is een vraag die we krijgen via Twitter, hashtag TVO's. Want team de Rijken, die lijkt niet vertegenwoordigd. Ja, ze zitten wel vertegenwoordigd in het peloton. Hebben ook sterke renners. Ja, ze hebben nog niet, ze zijn niet bij de drie. Maar ik heb ze nog niet. Een aantal jongens van voren. Aanvankelijk zat Dieland Groenewegen van dat team in die kopgroep van 11. Maar Nijverdal en Mats Boeven bijvoorbeeld. Bas Stamsnijder. Renter en ook Koen Vermeld voort uit Schuine Sloot. We hebben ze in het begin van de uitzending aan het woord gehoord en gezien. Ik denk dat Bas er nog bij zit. Hier zitten 2, 3, 4 man zitten we hier in die groep. Ja goed, de finale is, die is begonnen. Dat is al lang niet in Rijzen de plaatselijke omloop die we nog moeten gaan doen. Ja, en een van die andere mannen die vooraf werd getipt, Wouter Bippert uit Bieren, zit ook in die groep. Die bevestiging krijg ik zojuist. Ja, absoluut de kans hebben natuurlijk voor de overwinning. Maar het is natuurlijk eerst ook zaak om die drie koplopers terug te gaan halen. Ja, zover is het nog niet. Hier bij de rotonde, als we het Schwarzwald inrijden. Ja, ik vind dit echt een hele mooie omgeving. Dit is echt een mooi plaatselijke omloop. We gaan dwars door Rijzen dadelijk, maar ook door het Schwarzwald, waar het geaccidenteerd is. Mooi, met dus op kop die Deen Kasper Kloosterkaart. Die deze maand, op 22 mei, zijn 30e verjaardag viert. En hij zit dus in die kopgroep van drie die nu een voorsprong hebben van 30 seconden op de circa 30-35 daarachter. En ook zij gaan nu licht omhoog langs het beroemde hotel. Het
Geert van der Wijs, die ook een hele goede koers rijdt. Sterk mee blijft peddelen in die kopgroep. En dus nu op kop de Belg Dries Hollanders. En hier is het toch weer aanvallen. Aanvallen, gelijk mannetje van Han van Arnold in het wiel. Die daar aan het afstoppen is. Niet over zal nemen. En wat hier toch komen moet is een organisatie om die koplopers terug te pakken. Heel langzaam wordt die voorsprong dan wel wat kleiner, maar snel gaat dat niet. Vooralsnog niet. De drie vooraan doen het dus nog steeds uitstekend. Zitten eigenlijk dus al de hele dag vooraan. Want zij zijn de overgeblevenen van die vroege kopgroep van 11. Met hier dus in laatste wiel Dries Hollanders, die dit jaar al tweede werd in de Ronde van Zuid-Holland. En al een koers won in Hakendover in zijn thuisland België. Daarvoor dus de Deen Kloostergaard. En Nederland is vertegenwoordigd met Geert van der Wijst. 28 seconden nu de voorsprong. Je ziet hier heel duidelijk dat er gedemareerd wordt. En gelijk zit er een paar mannetjes van Han van Arnold in het wiel. Joop Piels die geweldig deze groep verdedigt. Deze jongens die vanaf Senderen al in de kopgroep zitten. Een monstertocht hebben ze al gedaan. Bart Ensink vraagt via Twitter, hashtag TV Oost. U kunt dat ook doen dus. Wat rijden ze nu gemiddeld? Ja, ik denk dat dadelijk het gemiddelde zal liggen tussen de 45 en de 50. Als ik het gemiddelde schema bekijk van wanneer we gaan finishen. Want we hebben dadelijk bij doorkomst nog twee ronden. Dus ja, normaal gesproken rijden deze jongens in dit tempo toch tussen de 45 en 50 gemiddeld. Mocht het dan op een sprint aankomen, een massasprint bijvoorbeeld, ja, dan gaat het nog harder, hè? Ja, in zo'n sprint haal je toch, het is wel lichtelijk omhoog, maar dan haal je toch snelheden van 65, 70 in het uur. Niet te geloven. Je ziet echt dat het eenlingen moeten oplossen die nu op kop rijden. Gelijk een paar mannen van ploegen die ook in de kopgroep zitten. Dus er wordt goed ploegenwerk gedaan om deze jongens zo lang mogelijk de ruimte te houden. Harm Dijkman vraagt of er ook zoiets is als een parcoursrecord. Lijkt me wat lastig omdat ook het parcours veranderd is. Hè? Ja, dat is eigenlijk niet te doen, want weersomstandigheden zijn zo maatgevend. En het parcours wordt regelmatig een klein beetje veranderd. Dat houdt het ook mooi natuurlijk om niet altijd precies hetzelfde rondje. Soms is het ook niet mogelijk door de obstakels die er gemaakt worden in de rondes. Deze drie op kop. Een kleine halve minuut in de straten van Rijssen. Op weg naar de eerste doorkomst. Ja, hier is toch gezellig druk. Deze zaterdagmiddag. Prachtig weer. In Rijssen waar de streep ligt op de Wijnand-Zeeuwstraat. Daar zitten wij ook. Ja, die krijgen ook een geweldige koers voorgeschoten door de mannen. Er gebeurt van alles. Kijk eens hoeveel publiek er staat. De eerste doorkomst. We zijn nog niet bij de finish. Daar is de eerste doorkomst. En de voorsprong is iets gegroeid. 32 seconden. En u hoort op de achtergrond de enthousiaste speaker Harry Middeljans. De wierenaar. Absolute wielerkenner in de organisatie van de Ronde van Overijssel. Ook een belangrijke schakel, zoals dat er velen zijn. In Overijssels mooiste.
dat deze voorsprong weer is gegroeid, zie je ook doordat nu de ploeg van Wouter Wippert op kop rijdt. Maar daar gelijk achter zit, zit weer een Pulis-mannetje. Er wordt echt goed samengewerkt. Het is echt teamwerk wat hier gebeurt door de ploeg van Han van Aanholt. Ja, die willen die van der Wijs toch wel op kop houden. Ja, en komt het dan bij elkaar? Daar kunnen we het later wel over hebben. Dan zullen de sprinters zich op moeten gaan maken. Kijk eens, herhalen. Hier zitten een aantal mannen. Ja, er zitten nog echt hele snelle mannen in deze groep. We gaan het zien, we gaan het weer maken. Het kaf van de koren is de eerste 30 renners die van voren rijden. Het lijkt erop, althans dat zag ik even gauw in die, laat ik het peloton noemen, dat Wippert er wel alleen voor staat. Ik denk niet dat hij op kop aan het rijden was, maar ik heb het niet goed gezien wie daar op kop reed. Het zou niet goed zijn dat hij... Nee, ik bedoel dat er niet veel van zijn ploeggenoten daar nog in zitten. Maar dat kan ik, me vergissen. Nou, er is in ieder geval geen echt M-ploeg die... die de verantwoording neemt om het gat dicht te rijden. Ook op dit parcours zijn deze renners, de koplopers, vrij snel uit het zicht. Dat is een voordeel voor deze stoere mannen die al de hele dag op kop rijden. En in dit soort weggetjes met wat aantal bochtjes zijn ben je toch snel uit het zicht. We kunnen nog een paar vragen meenemen via Twitter voordat we ons echt gaan concentreren op de grote finale van de 61e editie van de Ronde van Overijssel. Ga naar Twitter en plaats in uw suggestie, opmerking en vraag hashtag TV Oost en we nemen het mee. Dit is de Belg Dries Hollanders. Een sterke formatie ook, Metek. Dit jaar al veel gewonnen. Nu ook Rabobank dat de dans van het peloton gaat leiden. Misschien wel voor... Ja, je ziet nu toch wel een organisatie ontstaan. Vreemd vind ik wel dat de Rijker niet echt meedoet nog. De groep is natuurlijk niet echt groot. Dus, ze hebben niet zo heel veel knechten om op kop te zetten. Maar hier zie je toch met twee jongens van Rabobank en eentje van 3M dat die toch de verantwoording nemen om het gaatje korter te maken. Nu zie je echt dat, dat ze bezig zijn om de koplopers terug te pakken. En niet om zelf te gaan demareren. De kunst voor de sprintersploegen is ook om die koplopers niet te vroeg terug te pakken. En dan zal er opnieuw een spervuur van demarages komen. Wat weer moeilijk te beantwoorden is, zeker als je een kleine groep als... 30 man die we nu van voren zien of in het peloton zien. Nou, hier zit nog steeds snit op hoor. Hier wordt nog goed doorgereden. 26 seconden is de voorsprong. Nou, je ziet toch dat het een klein stukje minder wordt. Nu de organisatie wat meer in de groep is. Dit wordt een heel interessant slot van deze ronde van Overijssel. Waar het peloton en de drie koplopers door het Schwarzwald op die plaatselijke omloop in de richting gaan van de tweede doorkomst. Die gepland staat om 11 minuten over half 5. En dus is het schema redelijk gehandhaafd.
Met nu dus de Belg-Hollanders. Voor Verwijst en Kloostergaard. In die slagorde. Daarachter de rest. Het is Rabobank met 3M die de verantwoording neemt om de koplopers terug te pakken. Rabobank die wat snelle mannen heeft. Zoals? Rick Sabel, die redelijk goed aan kan komen. Heeft zijn naam wel mee. Ja, het is de zoon van. De zoon van Erik. De zoon van de Duitser Erik Sabel, die al veel etappes won in onder andere de Tour de France en andere grote renners. Rijdt daar Wippertop op. Het zou zomaar kunnen. Het zou voor Bobby Visser. Het zou voor hem niet echt een gunstige situatie zijn dat hij op kop moet gaan rijden. Als hij zijn sprint wil gaan winnen. Ja, wellicht voelt hij zich niet helemaal zeker van het terugpakken van deze drie. Ja, of hij voelt zich heel sterk. Het zou kunnen. Dit is het zwaartepunt weer. Hier rijden we omhoog richting het hotel. Het Schwarzwald, zoals eerder genoemd, nog een prachtig wandelgebied. Kan ik u aanraden. Je ziet toch weer demarages komen uit het peloton. Gek genoeg is het Koga die demareert, terwijl ze de snelste mannen hebben. Dat is raar. Dat is geen kwestie van vertrouwen, zou je zeggen. Ja, dat klinkt niet echt heel, heel sterk. Ze willen waarschijnlijk gewoon een... Het groepje nog wat kleiner maken. Ja, of ze gokken op een ander paard dan Dries Hollanders. En dan noem ik Jeff Vermeulen. Bij Metek. Ja, bij Metek. Maar die zitten nog lekker in het groep. Maar het is Koga die nu op kop rijdt. Stroetinga is het. Wim Stroetinga. Wim. De winnaar van vorig jaar, die hele rappe benen heeft. Het zal een van de snelste mannen van dit peloton kunnen zijn. Samen met Jeff Vermeulen, die ook al net in de aanval was. Absolute kansheffer om een sprint te gaan winnen. En Koen van Meldvoort, de ploeg die eigenlijk zich nog niet heeft laten zien. De Rijken, die absoluut een kanshebber kan zijn. De vraag van Gerrit de Jonge via Twitter is, hashtag TVO's, die kunt dus ook mee twitteren. Moet iets terug in de wedstrijd. Waarom er niet echt werd gesprint bij onder meer de premiesprint op de Lemelenberg, dat zagen we later ook. De wedstrijd krijgt vooraan. Ja, de Lemelenberg en ook de Holtenberg die we zagen, waar gewoon vol gekoerst wordt. Ja, en dan is het heel moeilijk om dan nog een keer een sprint eruit te halen. En terwijl de kopgroep weg is, is het ook... moeilijk om dan je collega's eraf te sprinten om die premie te halen. Dat neemt de samenwerking weg van de kopgroep. 28 seconden. De voorsprong van de drie vooraan. Oh, deze groep met op kop Wouter Wipper. Het lijkt toch op Wouter Wipper die echt veel werk verricht. Hij zal geen ploegmater... in deze groep hebben zitten. En dus is hij op zichzelf aangewezen. Dan moet je je sterk voelen, Rudy. Ja, hij neemt verantwoordelijkheid. Hij blijft niet zitten. Hij gaat gewoon zijn werk doen. En hij zal denken, ik kijk wel hoe ver ik kom. Maar in ieder geval wil ik me tonen hier in Rijzen. In zijn eerste ronde van Overijssel, de Wierenaar. Wouter Wipper dus in de achtervolging op deze drie koplopers. Wippert vooraf getipt als een van de grote kanshebbers. Maar voorlopig zijn dit de drie mannen die op moeten worden geschreven. Want zij leiden de dans. 28 seconden in de richting van de tweede doorkomst in Rijssel.
Kloosterkaart die rijdt alsof hij naar de finish toe rijdt. Die wil weg. Ja, het is een zware, het is een goede demarrage. Maar de jongens geven niet af. De knuppel ook in de kopgroep in het welbekende Hoenderop. Gegooid door de bijna 30-jarige Deen Kloosterkaart. Het is Geert van der Reus die in de beste positie zit. Die goed het wiel heeft. Ook hij, hij voelt zijn, zijn inspanningen van de dag. En daar in het zicht van de vaste camera's. Kloosterkaart verwijst. En Hollanders. Ja, dat wordt toch een steekspel. Je ziet nu ook de Rijken meer naar voren komen. Nog drie Denen die in de groep zitten. Rabobank is goed vertegenwoordigd. En zo zitten de mannen al bijna 4:03 op de fiets. Koga op kop. En de voorsprong gaat weer omhoog, 34 seconden. Ja, het is een steekspel. En er wordt echt gerekend naar de finale toe. Nog zo'n 8 kilometer. Want zo lang is de plaatselijke omloop. Demarages uit het peloton. Ja, je moet nu iets. Ja, in het peloton zullen ze denken of we rijden in een sprint naar de kopgroep, maar daar niet iedereen mee eens is. En dan krijg je demarages die nu moeilijk wegkomen. Iedereen is nu gefocust natuurlijk op elk wiel. Elke bidon die wegspringt, dan gaat iets achteraan. Oh, het is... Er vallen gaatjes. Nou, er wordt gestreden. Prachtige finale van deze ronde van Overijssel. Met deze drie mannen. Kleppers zijn het die op kop rijden. Prachtig, die de hele dag al kleur geven aan de wedstrijd. En nu toch ook het overleg in die kopgroep. Ik denk dat het meer motiveren is, Paul. Dit is die jongens die voelen aan dat er mogelijkheden zijn om de finale te bereiken. Om met z'n drieën naar de finish te gaan. En die hebben nu echt alle samenwerking, alle moraal van elkaar nodig. De voertaal is ongetwijfeld Engels. Want een Belg, een Nederlander en een Deen moeten het gaan doen. Het zal je verrassen wat die jongens allemaal begrijpen, hoor. Of het nu in het Deens is, in het Vlaams of in het Nederlands. Er ligt in het prachtige Overijssels dialect nu. Doch het, hè? We gaan de finale in. 20 seconden. De voorsprong loopt dus terug. En dat komt dus doordat er gang wordt gemaakt in het peloton erachter. Er wordt gedemareerd. We hebben het prachtig in beeld. Het peloton geeft niet op en blijft aanzetten. Een lang lint. En ja, je ziet het als je hier niet meer de juiste adem hebt, ben je ook weg. En zo wordt ook het pelotonnetje kleiner naarmate die echte grote finale gaat komen. Die finale die al lang in gang is, hoor. Met hier weer de drie. Nog één keer reizen uit. Dat glooiende, moeilijke parcours bij het Schwarzwald op. Om daarna het publiek, het in grote getalen opgekomen publiek, in de straten van Reizen weer tegemoet te rijden. En die voorsprong loopt terug. 11 seconden. Ai, 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 ai. Ja, deze inspanningen die gaan toch tellen, hoor. 11 seconden. Is het Wouter Haan die gelost wordt? Ik zou benieuwd zijn of Wim Stoetinga nog in die grote groep zit. Want jij bent je al een beetje aan het voorbereiden op een herinnering. Ja, het is natuurlijk wel heel spannend nu. Er wordt vol doorgetrokken hier in de kopgroep nog.
Maar het is toch een gaatje wat zo dicht te rijden is. En dan zal het toch op een sprinter gaan als het niet nog eens een keer gedemareerd wordt. En zoals Koga gereden heeft net op kop van deze groep. Rudy, 7 seconden. Kijk, we zitten echt in de laatste 5 kilometer op dit moment. Wat ik zo inschat. Als we nu weer richting het Schwarzwald gaan. Ja, dit bord lijkt mij een heel moeilijk verhaal voor het trio voorop. Maar dit is niet echt berekend hoor. 5 kilometer hebben we hier. 5 slopende moeilijke kilometers voor een Deen, een Hollander en een Belg met de naam Hollanders. Je ziet nu dat het geloof toch weg is. Kijken achterom betekent altijd dat het geloof echt weg is. En 5 kilometer kunnen toch een spannende kilometers worden hoor. Want als ze nu teruggepakt worden, dan is het nog ver naar de finish toe. Ja, dat is de vraag die we toch veelvuldig krijgen. Hoe ver is het nog? U zag het nog, 5 kilometer. De 2 doorkomsten in Rijssen hebben we gehad. En dus is het peloton. Want dat gaat nu de kopgroep pakken in gezamenlijkheid op weg naar de finish. En nu kunnen we nog een spannende finale verwachten hoor. Als het tempo niet hoog gehouden wordt, dan verwacht ik echt demarages. Kijk, nu gaat het stilvallen. Nu is het wachten op de volgende demarage. Kijk, daar komen ze al. Het grote kijken loeren is begonnen. En daar de demarage. Wat een schitterende finale. Bijna in de straten van Rijssen. Het zal dus toch een sprint gaan worden. En een massasprint durf ik het daar niet te noemen. Zo uitgedund is die groep al. Ja, deze jongens die hier nu rijden, die hebben echt wat geleden al. En wie nu nog goede benen heeft, kan echt nog wat gaan doen. Opnieuw een demarage. Dit is niet echt voorbereiden naar de sprint hoor. Dit is demarage op demarage. Tempo blijft heel hoog. En weer stilvallen. Wippert en Chagnot, ze zijn voorin te vinden. En aan de linkerkant in Nieuwbeeld, nu rechts, wordt alweer gedemareerd. De Denen. Ja, dat valt stil nu. Dit zijn gevaarlijke momenten hoor. 2 maanden weg met onder andere iemand van die Deense ploeg, Team Concordia, Forsi Kringriwal. En daarachter lijkt het. Het lijkt de rijken die niet in beeld zijn geweest, die nu toch in de finale naar voren komen. Het peloton geeft zich echt nog niet gewonnen hoor. Ze gaan erachteraan, we gaan het zo zien. Ah, spannende finale dit. Is het Mats Boeven? Zou het zijn, zeg. De Nijverdaller. Het is de wens die hier de vader van de gedachte is. Ja, je ziet het niet goed, hè, maar je wil het zo graag zien. Dit is wel een actie voor Mats, hoor. Het is Christophe Pfingsten in het gele tricot. En dus niet Mats Boeven. Wel van dat de rijke team dus. Het peloton blijft aandringen. En het is Martin Mortensen. Ook een sterke kerel hoor. De Deen die nu van voren rijdt. Die dus mee is gesprongen met. Dit is een harde finale hoor. Dit is een echt mooie finale. Een Deen en een Duitser. Het wordt spannend. Maar daar komt het peloton. Het is hier bochtig en dus lastig om dan die hengel direct uit te gooien. Het is moeilijk organiseren en dicht bij elkaar te komen met ploegmaten. Stoempen, stoempen. Pfingsten is een sterke Duitser. 50 meter is het. Die ook crost in de winter. Nog 2 kilometer tot aan de finish. Ja, we gaan dadelijk Rijssen indraaien. Er zal toch actie moeten komen. Er komt actie van achteren. Er komt actie. Er wordt sterk gereageerd. Demarage is erachter. 200 kilometer nu gehad. We zitten in de slotfase van de wedstrijd. Pfingsten en Mortensen.
Meer dan 200 kilometer door Overijssel en zo'n mooie finale. Maar zoveel gebeurt. Joop Biels lijkt dat in achtervolging. Wie springt daar naartoe? Sterke actie hoor. Zo, die gaat erbij komen. Het is nu echt niet lang wachten. Het is erop en erover. Dat zou de beste actie zijn. Ah, dat is een gaatje hoor. Dat is een gaatje. Ja, het gaatje lijkt geslagen. Zou het dan dat is geen organisatie. Een driemanschap zijn. Ah, dit is een... Tom Vermeer is het. Tom Vermeer van Joop Biels. Ah, dat is een hele sterke renner. Die won de afgelopen weken ook nog een sterke koers in België. Tom Vermeer is een hele goede aankomer ook. Slimme remmen, zullen we nu zien. Het spel, het kijken. Oppassen dat het niet wat er van achteren komt nog. Tom Vermeer, die dus naar die twee renners springt. Heel sterk van hem. 8 seconden. Ik zie dit peloton komen. Tom Vermeer uit Leusden, Utrecht dus. De organisatie zou je nu verwachten van Koga. De organisatie zou je verwachten van Metek. De organisatie zou je verwachten van Rabobank. 4 seconden nog. 4 seconden. Het wordt een hele spannende strijd. Maar de finish lijkt in zicht. De sprint is aangegaan. De sprint is aangegaan. De Deen Mortensen. Is het Deen Mortensen of is het toch Vermeer? Tom Vermeer, Tom Vermeer. Voor de Deen Mortensen. Oh. Wat een geweldige opknoping. Vermeer, Mortensen, Pfingsten. Dat is het podium van de 61ste ronde van Overijssel. Een Nederlandse zege dus. Wat sterk gereden van Tom. Die op het laatst toch durft weg te springen uit die grote groep die erachter rijdt. En deze mannen terugpakt. Deze is voor jou. Mama, deze is voor jou. Een overwinning voor de moeder. Een hele mooie overwinning. Hoho, Tom Vermeer van Joop Biels. Op een of andere manier weet Han Vanholt toch de ronde van Overijssel als een hele belangrijke te maken. Han Vanholt, de ervaren ploegleider uit Haaksbergen, die al zoveel talenten naar de top heeft gebracht. Ziet hier dat Tom Vermeer kwam, zag en letterlijk overwon. Want hier gaat hij over de meet. Klopt hij de Deen Mortensen en ook de Duitse Pfingsten. Oké, dames en heren, de officieuze uitslag. 1 Tom Vermeer, 2 Martin Mortensen met 107, 3 de man met 45 Christophe Pfingsten. Dan krijgen we op de vierde plaats. Ja, geweldige overwinning. De sprint van de groep erachter, die komt net te laat. Echt spannend. Tom Vermeer. Ja, dit is een heerlijke overwinning. Dit wil je met elkaar delen. Je ziet de groep die de winnaar feliciteert, maar eigenlijk ook de winnaar zelf winst, want het is toch ook een ploegenspel? Ja, het is een super ploegenspel en je wilt erbij horen. En je ziet hier hoe zwaar het is geweest. De Ronde van Overijssel is niet zomaar iets. 27 jaar is die. Tom Vermeer. Won dit jaar ook al de vierde etappe van de Tour de Loire in Cher. Ook toen in de sprint. Ja, maar ook een hele zware wedstrijd. Kijk, Tom is echt een man die... die dit zware werk aan kan. Glooiende. Een hele goede winnaar hoor. En dat na een prachtige koers waarin we prachtige beelden zagen. Die door schilder Vermeer in een heel ver verleden op een prachtig doek zouden kunnen zijn gezet. Zijn naamgenoot wint. En is hier in beeld. Deze is voor jou, mama.
Metek die toch te laat kwam. Niet de krachten hadden die ze nodig zouden hebben. Want dat gaat nog weer dichter rijden. En zo zagen we dus een koers waarin vroeg in de wedstrijd 11 mannen het probeerden. Uiteindelijk werden teruggepakt, althans 8 van die 11. 3 bleven vooruit, werden gepakt, een nieuwe kopgroep ontstond. En een Deen, een Duitser en deze landgenoot Tom Vermeer gingen er vandoor. En hij sprong naar de Duitser en de Deen op het juiste moment. En het was dus erop en erover. Waar we toch een massasprint verwachten, zijn het deze sterke mannen die toch weg kunnen blijven. Hij maakt natuurlijk ook gebruik van de ploegmaat die in de kopgroep zit. En hij af gaan wachten om te kijken hoe het gaat dichtgereden wordt. Knappe overwinning. En dan ben je natuurlijk ook voer voor de fotografen. Dan krijg je ook van de collega van de andere ploegen de felicitaties. Ja, deze overwinning is niet gestolen hoor. Kijk, 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 kijk. Puur op de macht, zeggen ze dan. Ja, dit was op de macht, maar dit is kwaliteit, maar ook echt slimme koers in zich. Kijk, hij is niet de sprinter die het in de sprint af gaat maken. En dan zo'n laatste demarrage op de laatste 2 kilometer. Knap hoor. Hier zien we dat nogmaals in beeld. De Duitse Pfingsten op kop. Het lijkt erop dat Mortensen de man is die in de meest ideale positie zit. Maar de meeste macht, de meeste power is er bij Tom Vermeer. Die net daarvoor dus aanklampte bij de 2. En er net voor de meet overheen gaat. En met overtuiging de 61ste editie van de Ronde van Overijssel wint. En weer drukt Haaksbergenaar Han Varnholt zijn stempel op Overijssels mooiste. Zo mag je dat toch zeggen, Rudy? Ja, ik mocht ook in het shirt van Han mocht ik de Ronde van Overijssel winnen. En toen was het nog Giant, geloof ik. Ja, toen was het Giant. Maar Han was ploegleider. En Han legt ook in deze wedstrijd echt iets neer dat het een koers is die niet zomaar is. Dat is er maar eentje van in het jaar. En zo maakt hij ook zijn selectie. En bereidt hij zich ook voor naar deze wedstrijd. Tom, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat een heerlijke finale heb ik gezien. Ja, het ging erg hard. En voor ons was het natuurlijk ideaal met Geert van der Wijst bij die 3. Toen werden ze teruggepakt en toen gingen Mortensen en Pfingsten weg. En we zouden eigenlijk op de sprint van Rens de Stoet rijden. Dus, maar die jongens bleven maar weg en ik voelde me zo goed. Ik denk, ik ga er naartoe. En wat dacht je toen? Gewoon in het derde wiel blijven zitten en afmaken? Ik dacht inderdaad niet meer overnemen en dan heb je het meeste power nog over. En er zat nog zoveel achter, dus ik voelde dat ik wel ging winnen, ja. Ja? Ja, soms voel je dat. En groetjes aan mijn oma, die kijkt ook. Dus er was nog een stukje extra steun. En hoe was het eigenlijk, deze Ronde van Overijssel, de 61e editie? Ik heb een fantastische wedstrijd gezien, van begin tot eind. Ja, dat denk ik ook wel. Er gebeurde van alles. Alles zat erin, smal, wind en het werd gewoon een mooie wedstrijd en we wilden de lijn van vorige week zondag in Drenthe doorzetten. De reden was ploeg heel goed en dat wouden we nu weer doen en we hebben constant in overtal voorin gezeten, dus ja, kon niet beter. Ja, wanneer dacht je van dit wordt mijn Ronde van Overijssel? Dat dacht ik toen ik op anderhalf aansloot en ik keek om en ik zag het gat. Ik denk, die komen niet meer terug. En ik voelde me zo goed. Ik denk, deze is van mij. Wat betekent dit, het winnen van de Ronde van Overijssel? Ja, heel veel. Ik heb gewoon een goed jaar al. Ik werd derde in de Beverbeek en
In Loire-et-Cher won ik de vierde etappe. Voor jou wel volgen, dat is schietwoord straks. Als de mensen door de bootjes gaan, dan zullen we trouwens van de bootjes zitten. Ja. Helemaal goed, dames. En zo sterven de woorden van de winnaar Tom Vermeer even in schoonheid. En ziet u de prachtige beelden vanuit de lucht van Rijssen en ook de eerste tien. Tom Vermeer, Mortensen, Pfingsten, Vermeulen, Te Stroet. Drie Nederlanders dus bij de eerste vijf. Aistroep als zesde. Koen Vermeldvoort uit Schuine Sloot is de eerste Overijsselaar. Het oud prof van onder meer Rabobank. Nu dus in een opleidingsploeg. Komt als zevende over de meet. Michel Huwenders, hem zagen we ook. Nick van der Lijken en Laurent Evraag, de Belg. Hij complementeert de top 10. En als je dit dan zo ziet, dan geeft het aan. Hele sterke renners hebben we van voren. We hebben drie man die wegblijven uit de groep. En dan echt de sprinters. Rens de Stroet is een hele sterke kerel, ook van Piels. Koen van Meldvoort natuurlijk, die mee is. Over Tom Vermeer, hij kunnen we vermelden, echt een sportman is die het hart op de goede plaats heeft. Hij heeft alles voor over. Terwijl hij toch amateur is, is die geweldig. Is een geweldige sportman die er alles voor laat. En ja, als je op deze manier de Ronde van Overijssel wint, dan verdient het alle lof. En daar zien we collega Harry Middeljans op het podium staan, waar ook het eerder schavot staat. Daar heb jij ook een keer mogen staan, Rudy. En dat is een heel apart gevoel. Ja, dat geeft toch een goed gevoel, hoor. Dat je weet dat je in Overijssel, maar ook zeker de Ronde van Overijssel heb gewonnen. Nou, dat zegt toch wel iets. Een mooie koers die elk jaar maar weer geweldig deelnemersveld heeft. Jos Lammerink enorm voor zorgt. Die uitgebalanceerd. Jos Lammertink uit Bierde, oud-prof en al jaren verbonden aan deze Ronde van Overijssel. En een van de sterkhouders, wou je zeggen, denk ik, van het gemêleerde deelnemersveld, internationaal getint. Ja, hij werd altijd een goed afgewogen peloton neer te zetten. En die mannen, die ervoor willen gaan, en dat hebben we vandaag gezien. Als ik me niet vergis, hoorde ik juist dat inderdaad de Deen Kloosterkaat de prijs van meest strijdlustige renner. Ja, die hebben met z'n drieën echt geknokt. Ik denk dat ze wel drie man mogen neerzetten. Maar ja, we moeten er één hebben. Kloosterkaart, absoluut een sterke renner. En renners die zich niet verscholen hebben vandaag. Renners die vanaf het begin al in zijn gegaan. Mooie wedstrijd hebben neergelegd. We hadden een prachtige tot in de straten van Rijssen. We hebben een geweldig podium. En daar dus het podium. Gaan we naar voren vragen. De man die in de eindsprint toch geklopt werd. Maar het is eerst onze ronde mis. De verrassingen zijn de wereld nog niet uit. Wendy, hier is de derde man. Christoph Pfingsten. Christoph Pfingsten dus, de Duitser. Ja, die kwam van kop af en leek niet ideaal te zitten bij de sprint. Die de sprint aanging. Nee, ik geloof ook niet dat hij zelf geloofde dat hij de sprint ging winnen. Dat was een teleurstelling. En ik ben benieuwd hoe die daarmee omgaat. Martin Mortensen. Hier Mortensen, die staat een stuk beter. Maar had nog even dan buiten de maat gereden. Op het podium. We hebben een sterke jongen. Die ook behoorlijk rap is. Net even wat langer op kop gereden. En Tom Vermeer natuurlijk goed gekeken en in de buurt gebleven. Hier is Tom Vermeer. Tom Vermeer dus. Haar een verdiende winnaar. Gaan we allereerst de beker uitreiken voor de. Hij krijgt toch een kleine €2500 voor deze zege. De wedstrijd. Ja, dat is altijd mooi meegenomen. Maar ik denk dat die de overwinning om in Overijssel te winnen toch het allerbelangrijkste is. Dat gaat gebeuren door koersdirecteur Rick Reinering. In totaal een kleine €6000 aan prijzen geldt. Dat is niet heel veel, maar daar gaat het niet om. Het zijn de prestaties die hier de boventoon moeten voeren. Dan de beker of in de bloemen allereerst. Van het grote werk. Ja. En naar de bloemen, de bekers en de prijzen. Martin Mortensen. Rick Reinering, de
nieuwe koersdirecteur sinds vorig jaar die de prijs uitreikt. Martin Mortensen, de tweede man. En Jan Bakker, de voorzitter van de stichting Ronde van Overijssel. En het applaus en een groot voorvechter van. En dan komen we bij de finale de jonge van deze Nederland, loting, mag wat de nummers 1, 2 en 3 betreft. En wat is hij daar blij mee? Ja, deze stichting is echt op een hele goede manier. En hij krijgt Tom Vermeer, de beker van de Nestor Jan Bakker. Tom Vermeer van de Ronde van Overijssel. Ook hij de bloemen erbij. En zo hebben we een prachtig internationaal gekleurd podium. Met Nederland op 1, Denemarken op 2 en Duitsland op 3. Vermeer, Mortensen en Pfingsten. In de Ronde van Overijssel. En ook die wordt overhandigd door Rick Reinderink. Dit is de wisselbeker waar al enorm veel namen in staan. Die heeft dus ook al op de schouw van Huize Kemna gestaan. Het mooie is dat je die echt mee naar huis mag nemen. En gewoon wordt geacht om weer in te leveren. En ik sta me versteld van dat die beker elke keer weer terugkomt. Het klopt niet. Ah, dat is ook het respect wat renners hebben voor de Ronde van Overijssel. Ik ga er eens even tussen staan, meester. Ja. Ga het eens even doen, dames en heren. En om het podium echt mooi te maken, moet dan ook de ronde mis en natuurlijk bij. Zo hebben we een plaatje. En dit is het plaatje van het ereschafot van de 61ste ronde van Overijssel. Want we willen natuurlijk nog... Tom Vermeer. Blijf even staan, Wendy. Nee. Mortensen en Pfingsten. Laten we eerst dit maar afhandelen. Martin. Maar we gaan even... Naar een van de lokale regionale favorieten luisteren, moet ik zeggen. Hoe was de koers van Bas Stamsnijder? Bas, nou, hoe ging hij? Ja, niet slecht. Ik mag niet klagen. Ik heb de hele dag van voren gezeten. De ploeg heeft gewoon super gewerkt om mij, Christophe, Mats en Koen een beetje uit gedrink te houden. En ja, in de finale zitten we erbij met 4 man. En ja, we gaan de finale in en we zitten eigenlijk redelijk op ons gemak. Wouter Wippert rijdt met een paar mannen van Rabank, rijdt het gat dicht. En ik zei de laatste rond tegen Christophe, ik zeg demareer maar. Ik zeg, want dan zitten wij op ons gemak, weet je wel. Dan moeten andere ploegen erachteraan. Ja, en wonder boven wonder blijven die mannen weg tot op de streep. En ja, Christophe wordt derde. Maar ik raakte zelf een beetje opgesloten in de rotonde hierachter. Ik had me de hele tijd lekker rustig houden. Ja, en dan word je ergens in de 20 en dat is een slechte uitslag. Ja, Tom Vermeer wint. Ja, ja, ja. Ik had betere benen, zeg maar, dan dat ik vandaag uitslag rijd. En ja, is gewoon jammer. Die dagen dat je zo krijgt van de ploeg, dat je eigen kansen krijgt, dat je die dan niet benut. Ja, is gewoon jammer. Maar, hoe was het in koers? Want ik heb van de buitenkant naar de koers gekeken. Het was een fantastische ronde van Overijssel. Oh, het was gewoon super zwaar. De wind heeft de hele dag geblazen. Je hebt eigenlijk op geen enkel punt heb je lekker op je gemak gezeten. Ja, en plus er komt echt de typische Overijsselstukken met die smalle weggetjes, de klimmetjes. En het is gewoon de hele dag zenuwachtig geweest. En ik denk dat je het ook wel ziet op het einde hoe klein de groep is die hier aankomt. Ja, het was gewoon echt een zware ronde van Overijssel dit jaar. Ben je teleurgesteld? Ja, in mijn prestatie vooral. Ik ben niet teleurgesteld in de koers die ik gereden. Ik heb gewoon een goede koers gereden. Alleen, ja, ik had verwacht dat ik een betere uitslag zou rijden. Ik heb betere benen dan dat ik vandaag die uitslag gereden heb. Dat is gewoon, heb je een goede winnaar? Ja, Tom Vermeer is geen slechte winnaar, zeker niet. Ik had natuurlijk zelf liever gezien naar Christophe van onze ploeg. Maar hij deed het wel slim, hè, in de slotfase. Ja, hij deed het heel slim. Tom die sprong in zijn eentje er nog heen naar die twee man die op kop waren. Mortsen die draaide niet mee. En Tom die sluit denk ik aan in de laatste kilometer of op de laatste kilometer. Ja, en die zit op rozen natuurlijk. Christophe gaat aan, Mortsen gaat er overheen en Tom komt uit het wiel. Ja, perfect. Dankjewel. Uit het boekje, dankjewel. Al dus de woorden van Bas Stamsnijder na een prachtige, enerverende 61ste ronde van Overijssel. Voor u in beeld gebracht door TV Oost in samenwerking met de provincie Overijssel en de ronde van Overijssel. En hier nog even de hoogtepunten.
Tom Vermeer is dus de naam. Hij wint de 61ste editie van de Ronde van Overijssel. Wij hebben het graag voor u in beeld gebracht. Mijn dank gaat uit naar Rudy Kemna, ploegleider van de propploeg van Argos Shimano. Nu nog even niet in bedrijf, maar over een maandje wel weer. Kampioenschap van Nederland ga ik weer in koers zijn. Rudy, bedankt voor je deskundige commentaar. U als kijkers, bedankt voor het kijken en ook het meedenken en twitteren. Heel veel reacties gezien en gekregen via de social media. Wij gaan afsluiten vanuit Rijzen. Overijssel is prachtig. Overijssels mooiste was dat ook. Ik groet u. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Stichting Wielerronde van Overijssel en de provincie Overijssel. Onder de vleugels van de Zwanenhof in Zenderen vindt u het Retraitehuis. De fijne en warme plek voor een tijdelijk thuis. Heeft u tijdelijk een andere woonplek nodig, omdat het thuis niet meer gaat? Redden uw ouders het niet meer thuis, maar is opname in een verpleegtehuis een stap te ver? Wilt u er zelf...